Hallo allemaal en welkom bij deze tutorial over de gloednieuwe synth van Ableton, de Drift. Misschien heb je het al gehoord, alle mensen die Ableton Live Suite, Standard of Intro hebben, die krijgen nu Ableton Drift. En Ableton Drift is een nieuw instrument van Ableton, waarbij ze hebben geprobeerd om de analoge synth na te bootsen met alle soort van variaties die daarin zitten. En in deze tutorial wil ik laten zien hoe de synth werkt. Dus waar zitten de oscillatoren en hoe is de synth eigenlijk qua functies opgebouwd. En daarna wil ik wat geluiden met je gaan maken, zodat je een beetje een idee hebt wat de synth kan en waarom die ook Drift heet. Dus duik met me mee, dan gaan we er meteen in. Hier heb ik een instance van Drift open. Je kunt hem gewoon vinden onder de instrumenten hier aan de linkerkant. Daar vind je dan Drift en die kun je op een MIDI-kanaal slepen. Nou, dat heb ik hier al gedaan. En dan kun je in principe, als je een MIDI-controller hebt, zoals ik, kun je hem spelen. Laten we meteen even door de hele synth heen lopen, om globaal aan te geven wat waar zit. Je ziet hier links, zie oscillator 1 en 2, zoals een gewone synth ook heeft met pitch modulation. Hier zit de volume van de oscillatoren. We kunnen oscillatoren detunen. We hebben een filter. We hebben een high-cut filter en een high-pass filter. Of low-pass en een high-pass. We hebben allemaal frequency modulation. We hebben envelopes. We hebben envelop 1 en envelop 2. Envelop 2 kunnen we aan allerlei dingen toewijzen. Hier hebben we LFO's met de rate. En we kunnen de LFO ook toewijzen aan verschillende onderdelen van de synth. We hebben een modulatie matrix. En we hebben hier de mode van de synth. Dus voice mode. Dus we kunnen verschillende modes kiezen hier. Met een aantal voices, eigenlijk gewoon een beetje de globale settings wat je vaak op synth ziet. En dan natuurlijk hier de master volume, volume to velocity, al dat soort dingen. Dus verder is het eigenlijk een hele gewone synth, maar er zit een knopje op hier. En dat is Drift. En dat maakt deze synth zo speciaal. Nou, die ga ik eerst even laten horen, zodat je hoort waarom de synth eigenlijk Drift heet. Als ik een noot speel, dan hoor je deze noot. Maar wat nou als ik Drift ga opengooien? Dus ik zal nu gewoon een noot spelen. En je hoort eigenlijk al dat zodra ik hem opendraai, dat de noot een klein beetje begint te driften in toon. En dat maakt dat deze synth eigenlijk als een analoge synth werkt. Omdat die niet helemaal stabiel is. En dat is eigenlijk wat analoge synths ook deden. Dat had te maken met de warmte in de kamer. En of de oscillatoren opgewarmd waren. En in principe maken deze oscillatoren van Drift constant geluid. En als wij een noot drukken, dan wordt het volume geactiveerd. En dan hoor je dat die eigenlijk als Drift openstaat, de noot een beetje beginnen te bewegen eigenlijk. Moet je maar goed luisteren. En die beweging maakt dat het wat muzikaler klinkt, wat onvoorspelbaarder, en dat maakt deze synth eigenlijk zo mooi. Dus dat is waarom die Drift heet. Weet je dat ook meteen. Nou, vervolgens kunnen we de oscillatoren gaan bekijken. Net als op iedere synth zitten oscillatoren op Drift. Ik zal oscillator 2 en de noise oscillator even uitzetten. Want we hebben dus eigenlijk 3 oscillatoren. En we kunnen hier de verschillende kiezen. Nou, sine wave, triangle wave, saw wave en square wave ken je wel waarschijnlijk. Maar er zit hier wat anders op ook. Dat is namelijk shape. Dus per oscillator die we kiezen, heeft shape een soort van andere functie. Ik zal wat voorbeelden geven. Dit is iets wat we noemen hard sync, waarbij de oscillator geforceerd wordt opnieuw te beginnen constant. Dus dat er eigenlijk een master en een slave oscillator staat. Dat is een heel technisch verhaal. Dat kun je nog wel eens opzoeken. Hier hebben we er nog een, de triangle. Klinkt een beetje als wave folding. Dat is ook weer mooi. Hier wordt de noot een beetje dunner. Dus per. Dit is ook weer een kwestie van wavefolding.
En dan heb je hier bij de square. Heb je pulse width, dan zie je dat je de breedte van de wave kan beïnvloeden. Dan kun je ook allerlei verschillende geluiden mee maken. Zo zie je eigenlijk dat deze synth onwijs veel opties heeft. Als we oscillator 2 erbij doen, kunnen we natuurlijk ook zeggen, oké, we hebben oscillator 2 en dan draaien we bijvoorbeeld een nootje erbij. Dus laten we zeggen, ik speel een noot. En die kan ik detunen. Dus laten we zeggen dat ik hier even een ouderwetse saw wave neem. En hier, laten we zeggen, een square wave. Eentje. Twee. Zonder detune. En dan zie je dat je met detune eigenlijk hele vette sounds kunt maken al. En dat zijn eigenlijk ook sounds die, als je hem helemaal openzet, muzikaal lekker klinken. Een klein beetje detunen zorgt voor meer breedte. En je ziet dat ik hem octaaf laag heb. Je kan hem ook een octaaf hoger zetten. Mooi, hè? Het is zo'n mooie synth. Als je drift uitzet, is het ook wel mooi. Maar klinkt het minder bewegelijk. En dat is het mooie van deze synth. Dat het allemaal net een beetje soort van levendig, organisch als het ware. Nou, deze shape is natuurlijk heel mooi. Die kun je vervolgens toewijzen aan envelop 1 of envelop 2. Dus envelop 1 en 2. 1 is ook je amplitude envelope. Dus dat is gewoon je normale attack decay sustain release. Ja, als je er een pattern wil maken met een lange release. Dat kan ook. Of als je een wat korter geluid wil maken. Wat meer. Dat is natuurlijk gewoon zoals een normale ADSR. Amplitude envelope voor een synth. Maar wat je hier dus kunt doen, is hem ook toewijzen aan de LFO. Dus dat die shape langzaam begint te bewegen door de LFO. Dat die afhankelijk is van welke toets je speelt op je keyboard. Dat die afhankelijk is van de velocity. Dus als je zachter speelt, als ik harder speel. Nu hoor je dat die eigenlijk, en als ik meer doe. En dan hoor je eigenlijk wat een coole sound je kunt maken. En een beetje te gek misschien, maar je kan ook in de min gaan ermee. Je kan de shape dus eigenlijk instellen. Of je kan hem niet instellen en dan heel variabel laten zijn. Dat zie je hier ook als ik een noot speel. Je ziet dat de waveform telkens verandert. Dat komt omdat nu de shape velocity afhankelijk is. Dus dat de shape te maken heeft met wat de velocity zet. Nou, je kan hem ook in je modwheel op je keyboard zetten, bijvoorbeeld hier zo. En je kan hem aan pressure of slide toewijzen. En dat heeft weer te maken met MPA. Nou, een MPA, ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, dat is een tapje wat we hier in een clip hebben. Dat heet note expression. En daar kun je note expression zoals slide en pressure, kun je daar vinden. Kun je het uitzetten en zo kun je het aanzetten. Je kunt er ook meer toevoegen, zoals we hebben velocity, pressure, slide. Nou, dat zijn allemaal dingen die je hier ook ziet. Dus je kunt verschillende onderdelen ook daaraan toewijzen. En dan kun je in principe hier, kun je als je een noot hebt, kun je bijvoorbeeld de pressure veranderen over de tijd dat die noot speelt. En dat kan per noot, want dat is MIDI polyphonic expression. Dat je per noot kun je dingen wijzigen. Dus deze noot gaat bijvoorbeeld de shape omhoog. En bij deze gaat de shape omlaag. Kan ik zeggen, nou, deze en bij deze, die gaat bijvoorbeeld een hele andere kant op. Die gaat heen en weer zo. Dus dat betekent dat deze noot dit doet en dat deze noot dit doet. En dat is een vrij diepe vorm van synthesis. Dus dat is eigenlijk iets wat je kunt toepassen. Dus als je een akkoord speelt, dat het ene noot gaat, dan gaat de shape wel omhoog, maar die andere gaat de shape omlaag. Je kunt dus hele complexe dingen daarmee maken. En dat is ook toe te wijzen hier. Als je hem toewijst aan pressure of slide. Dat zijn de MPA onderdelen.
Je kunt dat ook hier bij de pitch modulation doen. Dus de pitch, hoe de pitch over tijd verandert. Nou, dat kun je natuurlijk aan envelope 2 toewijzen. Dan heb je gewoon, zeg maar, als je de noot speelt. Even kijken of we dat kunnen. Ik zal even de shape normaal zetten. Dus als ik dit, als ik nu de envelope 2 toewijs, dan krijgen we een pitch envelope. Kun je lasers maken. Maar je kunt ook envelope 2, bijvoorbeeld, je kunt ook een LFO toewijzen aan de pitch. En de LFO zit hier. Dus je kunt eigenlijk ook aan de pitch modulation hetzelfde toewijzen als wat je aan de shape kunt toewijzen. Dus je kunt hele variabele sounds maken, wat onwijs leuk is. Ja, en je hebt er zelfs twee. Dus je kunt twee sources kiezen die de pitch over tijd kunnen veranderen. De LFO, velocity, dus meerdere dingen die daarmee te maken hebben. Zodra je die procenten omhoog of omlaag zet, dan krijg je dus effect van hetgene wat je gebruikt als source hier. Ja, vergeet ook niet, hier aan de linkerkant, in mijn infoview, ik raad iedereen altijd aan dat gewoon open te hebben. Dan kun je zien, select the modulation source to modulate the pitch of both oscillators. Dan zie je dus inderdaad wat de functie die je aanraakt eigenlijk doet, zeg maar. Hier zie je de waveform, dat is heel chill. Dan kun je zien wat voor waveform het is. Ja, we hebben natuurlijk een redelijke keuze van waveforms. Dus het is, je zult ongeveer een versie zien die je daarvan hebt. Mocht je natuurlijk aan de wave shape gaan zitten, dan zie je al dat de waveform verandert met wat je doet. Nou, hier hebben we ook nog een noise oscillator. Dan kan je altijd een lekker een beetje rauw randje mee toevoegen als je deze guys uitzet. Dus als oscillator 1 en 2 uitstaan. Dan heb je alleen noise. Ja, en daar kun je natuurlijk ook weer van alles mee. Als je bijvoorbeeld noise zo hebt, dan kun je natuurlijk gewoon een white noise effect maken in je plaat. Wat je ook kunt doen, en daar is de key weer handig voor. Omdat als de key aanstaat, dan volgt hij als het ware. En laat hem op 24 dB zetten. Met resonantie omhoog. Nou krijg je jouw white noise. Krijgt in één keer een key. Okay, als dit uitstaat, zijn ze allemaal hetzelfde. Dan hoor je ook. Dan kan je er verder niks mee. Maar zodra je wat. Als je er key van wil maken, dan. Dat doet de resonantie van de filter. Geeft eigenlijk een soort toon aan je white noise. Misschien leuk om een keer te proberen als je sound designt. Maar type 1 en 2 zijn dus eigenlijk je 24 dB of je 12 dB filters. Voor waar je oscillators doorheen gaan. Nou, dan is er nog wat anders leuks. Als we deze oscillators doorsturen naar de filter. Laten we zeggen dat we een 12 dB filter hebben hier. We hebben de key even uit. En dan hoor je. Dan hoor je de resonantie gaan. Maar als ik hem nu harder instuur. Dan wordt die resonantie ook anders. De resonantie lijkt wel minder te worden als dat die zo staat. Dus in principe heb je een filter die zich aanpast op hoeveel je naar binnen stuurt. Dus dat is best wel interessant om te zien aan deze synth. Nou. We hebben hier ook nog weer de frequency modulation. Net als de pitch modulation hier. De frequency modulation. Kunnen we ook instellen op pitch of envelope 1, envelope 2, LFO. Key, dezelfde sources die ik net beschreven heb. Daar heb je hier ook. Ook weer twee sources die je kunt toepassen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Dan heb je hier envelope 2. Envelope 1 heb ik al uitgelegd. Envelope 2 kun je eigenlijk toewijzen aan de pitch of aan de shape. Dus je kan allerlei dingen gebruiken waar je dat kunt toewijzen. Maar het mooie is dat je deze ook kunt loopen. Als je deze aanzet, dan wordt het eigenlijk een soort looping envelope. Voor degene die operator een beetje kennen, je kunt in operator ook envelopes loopen. En dat is heel handig, want je kan bijvoorbeeld iets toewijzen. Als ik envelope 2 aan de filter toewijs, maar filter 1 hier, of als ik bedoel envelope 2 toewijs aan deze filter. Nou, dan kun je zien dat als ik hem hier op tilt zet en ik zet hem bijvoorbeeld op hertz, dan zul je zien dat hij heen en weer gaat. En ik kan de rate aanpassen.
En je kan er echt heel veel mee. Ja, echt fantastische geluiden mee maken. Als je het heel snel zet. Hele gekke sounds. En het geeft een soort hele mooie, soort van een beetje een gritty, een rauw randje aan je geluiden. Dus je kunt die tilt kun je heel goed gebruiken. En het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als andere synths trouwens. Je kan naar de filter, je kan naar de envelopes. Je moet er een keertje op klikken en dan zit je in die sectie, zeg maar. Het is goed om te weten dat dit middenstuk verandert aan de hand van waar je klikt. Dan weet je dat ook. Voor deze envelope kun je dus op hertz zetten. Je kan hem op milliseconden zetten. Je kan hem op de beat zinken. En je kan hem als een self-oscillating envelope maken. Dus dat hij eigenlijk gewoon hoorbare ratio krijgt. En dan krijg je nog meer een soort van harmonische tonen. Dus je kunt eigenlijk deze setting, die 1.1, gebruiken om er een soort van FM synthesis van te maken. Want dan wordt de LFO, die envelope wordt eigenlijk gewoon een LFO. En die gaat supersnel. Waardoor je dus eigenlijk nog meer nieuwe sounds krijgt. En als je dan met tilt speelt, kun je allemaal nieuwe soorten effecten maken. Ik heb er natuurlijk geen reverb en delay achter. Het klinkt natuurlijk een stuk beter nog als je reverb en delay hebt. Maar je kunt op deze manier heel veel verschillende geluiden maken. Deze synth is echt. Ja, het is eigenlijk heel uitgebreid, maar ze hebben het heel compact verpakt. En dat vind ik wel heel fijn gedaan. Als je hem gewoon weer zo zet, is het gewoon een pitch envelope, of een pitch envelope of een volume envelope, hoe je hem ook instelt. Het kan een frequency envelope zijn. Nu zal die. Mooi, je kan er mooie geluiden mee maken. Dus dat is dit. Envelope 2. Dan heb je ook nog een LFO. Uiteraard met dezelfde opties die we hier bij de envelope 2 vinden. Dus dat we als we deze zo zetten, dus dat die loopt en dan wordt er eigenlijk een soort LFO. Nou, dat heb je hier in principe ook. Dus je kan hem op hertz zetten. En je kan de LFO bijvoorbeeld toewijzen ook aan de filter. Je kan hem ook weer als een zelfoscillator, een hoorbare LFO maken. Ook vet. Dus je kan die LFO kan je in principe op weer dezelfde dingen zetten als de envelope 2 als je die op loop zet. Je kan hem ook weer op de beat laten gaan. Werkt heel chill. En dan heb je natuurlijk gewoon ook weer de klassieke soort van waveforms die je op retrigger kan zetten. Retrigger betekent dat elke keer als je hem speelt, dat hij opnieuw begint. Als je bijvoorbeeld een wat langzamere hebt. Zo zien. Nu zie je dat hij gewoon elke keer op hetzelfde begint. Maar als je retrigger uit hebt, dan gaat de LFO zijn eigen leven leiden los van welke noot hij je speelt. Dus dan gaat hij niet retriggeren als jij een nieuwe noot speelt, zeg maar. Dat is retrigger. Als je dat nog niet weet, je zou eens kunnen kijken op learningsynths.ableton.com. Daar heb je eigenlijk een soort van introductie naar sound design. Als dit allemaal wat te moeilijk voor je is, kun je dat eens gaan bekijken. Dan zul je veel van deze concepten die ik je laat zien nog eens voorbij zien komen. Vervolgens hebben we hier ook die amount. We kunnen dus hoe heftig werkt
de LFO. En we kunnen ook zeggen van nou, wat is zeg maar de modulation source om de LFO weer te modulaten. Dus we kunnen ook zeggen dat de velocity bepaalt hoe heftig de LFO is. Of dat de bepaalde key die je speelt bepaalt hoe heftig die de LFO amount is. Dus je kan het zo ver door laten gaan. Je kan je pressure, je mod wheel, je kan hier aan de linkerkant mijn mod wheel gebruiken voor die amount van de LFO. Je kan het ook op nul laten, dus dat hij gewoon hoe je hem zet, dat is hem. En dan kun je hier natuurlijk de LFO's frequency modulation gebruiken, hier de LFO's pitch modulation en hier de LFO voor de shape modulatie. Dus ja, dat is een beetje de sectie van de LFO. Je hebt hier ook zeg maar de modulation sources die je kunt kiezen. Je kan zeg maar zeggen welke modulation source wat moet besturen. Dus je kan zeggen, oh, mijn modulation wheel is standaard. De high pass frequency, de low pass resonance. Je kan eigenlijk het overal opzetten. Envelop 2 kan je bijvoorbeeld sturen naar iets. Maar je kan ook zeggen, oh ja, de key, dat beïnvloedt zoveel procent. De LFO rate, whatever. Je kan het zo gek maken als je wil. Dus dat is een soort van de modulatie matrix, kan je het als het ware noemen. Nou, dan als laatste hebben we hier de mode. We kunnen poly doen. Nou, dat is natuurlijk mooi om synths te spelen. Ik zal eventjes de LFO uitzetten. Dat we die eventjes niet gebruiken. En als we poly hebben, kunnen we hier het aantal voices zetten. Mocht je bijvoorbeeld een beetje om CPU verlegen zitten, dan kan ik je aanraden om niet alles op 32 te zetten. Het klinkt natuurlijk wel mooi op 32. En dan op bijvoorbeeld hier 4. Klinkt net iets minder vol dan 32 natuurlijk. Drift, nou dat is zeg maar inderdaad hoe die elke voice een beetje laat bewegen. En dat maakt deze synth zo mooi. Je kan hem ook op mono zetten als je basslines wilt maken. En die basslines kunnen alsnog twee octaven of twee oscillatoren bevatten, waarvan de ene wat hoger gepitcht is. Mooi eigenlijk. Vervolgens als je hem in mono mode hebt, kan je ook glide aanzetten. En daarmee kan je dus glide. Aanzetten om te glijden van de ene toon naar de andere. Je kan ook 2 seconden erover doen. Krijg je een beetje een dronken synth. Ook leuk. Je kunt hem ook op legato zetten. Als je legato wilt spelen. En verder heb je nog stereo. En dan is legato en glide niet beschikbaar. En stereo is eigenlijk heel tof. Want dan krijg je een soort van panning op je voices. Zodra je dit opendraait. Dus zeg maar zo. Is hij een soort van mono. Klinkt heel mooi breed. En als je hem op unison zet, dan krijg je ook weer een beetje hetzelfde, maar dan krijg je een beetje pitch variatie op de verschillende stemmen. Dus als je hier. Krijg je een beetje meer dat soort van suizige pitch variatie. Dat echt dat detune-achtige gevoel. Daar is unison mode heel mooi voor. Dus je kan eigenlijk kiezen, wil je wat meer poly met een hoop stemmen. Dan klinkt die wat natuurlijker, zeg maar. En wil je wat meer stereo, dan pak je deze. Klinkt die heel wijd. En wil je unison, dan krijg je. Een mooie sound eigenlijk, hè. Velocity to volume. Dat betekent gewoon hoeveel de velocity te maken heeft met je volume.
Dus als je, dan moet je echt heel hard spelen. Wil je harder spelen, staat standaard op 50. Je kan altijd kijken wat je er zelf van maken wilt. Je hebt transpose. Daar kun je 48 noten mee omhoog zetten. 48 semitones omlaag. Je hebt note pitch bend. En je hebt de pitch bend range die je daar kan inzetten. Nou, dan zie je dat die 2 semitones gaat. Je kan dat ook 12. Je kan dus een octaaf pitch benden. En als je dat laag hebt, dus je kan hem veel verder laten pitchbenden. Precies een octaaf. Ik vind het altijd zelf heel leuk. Dat maakt het altijd wel fijn om mee te spelen. Ja. En dit is dus de hele synth. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is natuurlijk, als je nog wat sound design kennis nodig hebt, best wel lastig dat het zoveel is. Qua content en frequencies en modulatie en al die pitch modulation, frequency modulation. Kijk even op learningsynths.ableton.com om wat meer te leren over sound design. Ik ga nu nog even wat geluiden maken, zodat je een beetje ziet wat de synth kan. We gaan er ook wat audio effecten bij gebruiken. En dan zie je een beetje wat drift kan en hoe mooi die eigenlijk kan klinken. Zo, laten we wat geluiden maken met drift. Dus als we drift pakken en we slepen drift op ons kanaal, hebben we een verse nieuwe drift. Nou, wat ik altijd graag zelf doe, is eerst wat reverb toevoegen. En een beetje chorus. Nou, misschien geen chorus, omdat we al chorus gaan maken met drift. Maar een klein beetje reverb is helemaal niet verkeerd. Nou, als we beginnen met de oscillatoren uitzetten. En we pakken eerst 1 oscillator. En we gaan een mooie pad maken. Laten we een van die nieuwe shapes pakken. Dat is een mooie, mooie sound. Ik hou ervan om hem er flink in te draaien. Dan krijg je echt een mooie, mooie soort van mooie sound erin. En wat we kunnen doen, is voor deze envelop 2 toewijzen aan shape. En wat er dan gebeurt, je hoort het al een beetje, is dat deze envelop wordt een LFO. Dus als ik de LFO heel snel maak, krijgen we een beetje een gritty, klein beetje rauw randje, maar langzamer wordt het een beetje een soort van kleine wah-wah effect. Als ik dat op de beat zet, dan heb ik eigenlijk een soort van, nou, dat is een mooie, mooie lead-achtige sound. We kunnen meer drift toepassen. Dan krijgt hij iets meer een soort van detuned effect. En laten we nu kijken, als we een tweede oscillator gaan toevoegen. Met dezelfde oscillator, dezelfde sound. En nu een octaaf hoger hebben. Misschien een beetje detunen. Wat mooi. We hebben nog steeds 32 voices. Dat kunnen we zo laten. We kunnen in principe ook kijken wat die verschillende oscillatoren doen. En vergeet ook niet dat we een extra LFO kunnen pakken. En die kunnen we mappen bijvoorbeeld aan shape. Dat we die met een externe LFO gaan laten bewegen. Krijgen we nog meer beweging van. Dus dit kan een pad zijn of het kan een synth zijn. Dus dat is een mooie sound. Nou, laten we nog een sound gaan maken. Dan gaan we nu een bass maken. Dan gaan we nu een bass sound maken. Voor een bass sound maak ik meestal mijn synth mono.
in plaats van steren van poli. En dat hij meerdere noten kan spelen, maken we één noot. Nou, natuurlijk wil ik hem dan een beetje filteren. Zet ik hem op 24 dB per octaaf. Beetje resonantie. En wat leuk is voor meestal met een baseline is dat je de envelope 2 eigenlijk wil toewijzen aan de filter. Dus als wij de filter gaan pakken, de low-pass filter, en die wijzen we toe aan envelope 2. En dan krijgen we nu eigenlijk, als we de procenten toewijzen, krijg je meer die. En dan kunnen we natuurlijk kijken hoeveel we willen. Dat is natuurlijk vet. We kunnen die shape opendraaien. We kunnen natuurlijk nog een sine wave eronder. Die ligt er al onder eigenlijk. Dus normaal als je zo begint met één oscillator. En je voegt er een tweede toe met een sine wave. Geeft dat veel meer. En denk eraan. Deze synth is dus zo gemaakt. Dat als je de oscillator de filter instuurt. Overstuurt als het ware, plus 6 dB, dan gaat de filter anders reageren. En het klinkt eigenlijk best wel lekker. Ja, je hoort hem een beetje tikken, misschien moeten we de release een beetje opengooien. Misschien deze. Ah, het is de attack. Zo, een mooie bass. Kijk wat we kunnen doen. En wat nou als we een andere waveform pakken? Dus het ligt een beetje aan wat voor muziek je maakt. En je kan alles proberen. Misschien kunnen we een hele snelle LFO op de pitch zetten. Zullen we kijken wat dat doet. Krijgen we meer het soort van het trap effect. Maar je kan het ook langzaam doen. Voor andere effecten. Ook leuk om te doen. In principe zou dat voor je bass niet zo leuk zijn. Maar dit is al wel een interessant geluid. Je zou nog wat noise kunnen toevoegen. Maar ik ga meer voor de mooie ronde bass. Mooie sound. Nou, dat is een bass sound. En zo kan je nog veel meer sounds maken. Ik hoop dat je het zien van deze video wat meer hebt begrepen over drift, hoe die werkt. En ik hoop dat je heel veel plezier hebt in het maken van geluiden ermee. Ik ben nog lang niet meer uitgespeeld. Ik ga ook nog zeker wat geluiden maken. Mocht je vragen hebben, laat ze achter onder de video. Dan beantwoord ik deze graag. En ik zie je in de volgende video.